Zwaar gezien. John Linkerhoff, goedenavond. Goedenavond. Postzakken van PTT Post, die zijn echt nog geld waard. We hebben een bijzondere aflevering van Duna TV vanavond. We hadden Dunaars gevraagd om vragen te stellen aan jou. Dat gaan we in één avond niet redden. Want het is niet één zak. Het zijn gewoon postzakken met vragen. Twee zakken vol. Nou zitten er een paar dubbele vragen in, dus dat maakt het leven makkelijk. Ik geloof het graag. Ik kan eerst vragen, hoe is het met je? Ja, goed. Voordat we het mes op tafel leggen. Gaat goed? Ja, met mij persoonlijk gaat het goed. En met het elftal is het een beetje steeds stuivertje wisselen. De een weer fit en de ander weer geblesseerd. Zaterdag Honsdijk. Dus zaterdag de nummer 2. Altijd leuke wedstrijden tegen Honsdijk. Altijd spannend. Draai goed. Goede voorhoede, goede spits erbij gekregen. Dus we weten wat we moeten doen. Hè? En we zullen weer volop de strijd aan gaan zoals we dat de afgelopen week hebben gedaan. En ik hoop alleen dat we aanvallend iets meer kunnen brengen dan de afgelopen weken. Oké. Ja, we gaan naar de vragen toe. Die zitten hierin. En er zijn ook nog per mail binnengekomen, kan ik zeggen. Ook nog. Ja, dat is Dino Arsan ook van de mail. Maarten Speets. Vraag 1. Maarten Speets. Waarom lach je? Maarten Speets gaan op. De grensrechter van Dino 1. Nee, ik doe het maar via de mail, want als ik het persoonlijk stel, dan wordt het lastig. Nou ja, hij wil gewoon een echt antwoord, denk ik. En met de camera erop kan je niet liegen. Nee, dat is waar. De vraag luidt, het is een hele makkelijke vraag. Waarom staan we nu zo laag en toen zo hoog? Met bijna hetzelfde spelersmateriaal. Het is niet helemaal zo. Het klopt wel dat je bijna hetzelfde spelersmateriaal. Vorig jaar starten we ook erg wisselvallig. Hè? En begonnen we in het seizoen ook niet zo super. Alleen toen wonnen we 2 wedstrijdjes meer dan dat we nu doen. We hebben nu 3 wedstrijden op rij gelijk gespeeld. En dat levert gewoon te weinig punten op. Dan kan je beter 1 keer verliezen en 2 keer winnen. Dan heb je in ieder geval 3 punten meer. Dat is vorig jaar zo gegaan. En ook vorig jaar zijn we eigenlijk pas na de winterstop zijn we pas echt goed gaan draaien. Want voor de winterstop verloren we 3 wedstrijden op rij. Dus dat is een beetje het verhaal. Alleen nu zitten we denk ik in een sterkere competitie nog als vorig jaar. Dit jaar zijn er eigenlijk geen zwakke ploegen. Want je kijkt maar wat er met onderin stond. Houtwijk, Die Hagen, Duno. Dat zijn toch 3 ploegen die in het linkerrijtje hadden moeten staan. Ja. We hebben wel heel veel blessures gehad, dat moet ik wel zeggen. Ik wil er nooit achter verschuilen, Maarten, maar ik denk dat je zelf ook weet dat we bijna een elftal aan blessures hadden op een gegeven moment. Dat we 5 aanvallers hadden in de ploeg zitten en waren er 4 geblesseerd. Ja, dat heeft allemaal zijn uitwerking op je selectie. Dat is mijn okay. Nou, ik denk dat Maarten wel tevreden is met het antwoord, denk je? Daar ga ik wel van uit. Wil je Maarten nog de groeten doen? Die zal ik dadelijk nog wel even de groeten doen. Oh nee, hij is op vakantie. Dus ik wens hem een zeer goede vakantie en dat hij maar mooi bruin terug moet komen. En niet zoals vorig jaar, toen moest hij zo nog even blijven. Dat is hem zeker niet. Ja. We gaan terug naar de postzak. Ja. Hij is echt geld waard, denk ik. Eigendom PTT Post is wat dat ding hier doet. Ja, dat is het. Sowieso een... We hebben een vraag van Stefan Mulder. Oh. Die ken je dan wel. Dat is die oude verdediger van jou, hè? Ja. Nu Duno 3. Die stelt een aantal vragen, dus die moeten we een beetje opknippen. Een aantal vragen. Zo. De eerste is wel de makkelijkste, denk ik. Hoe kijkt Jan aan tegen het jargon in het trainersvak? Ja, dat is misschien een open deur voor mij en voor hem ook wel een beetje hoor. Ik vind het, zeker in deze tijd gaat iedereen de termen gebruiken die er ontwikkeld of ontdekt of verzonnen worden door mensen uit het betaalde voetbal. En dat zakt dan af naar het lagere voetbal. En dan merk ik dat veel trainers ook al dat soort termen overnemen. Terwijl waarschijnlijk hun spelers helemaal niet begrijpen wat ze nou precies steeds bedoelen. En ik ben daar zelf niet zo enthousiast over. Want ik ben zo'n type die als er weer een nieuwe term komt, dat ik gelijk dat soort zaken gaat roepen. Van we moeten ons focussen en onze mindset is anders. En we moeten hoog druk zetten en al dat soort termen. Ik sta daar niet zo achter. Ik vind altijd van, doen we gewoon normaal. Probeer simpel te praten tegen je spelers. Dat is denk ik het beste. Maar, ja, wil je jezelf een beetje profileren als trainer, dan moet je het misschien wel doen. Maar goed, dat heb ik niet meer nodig. Ik ben daar niet zo enthousiast over. Al die verschillende termen. En elk jaar komen er weer nieuwe termen bij. En al dat soort termen die ik nu hoor, ik kan ze nog ineens meer verzinnen, ben ik geen voorstander. Laat ik het maar zo stellen. Oké. Okay. Nou, ik denk dat Steven wel tevreden is, toch? Ja, natuurlijk. Maar het is ook een heel duidelijk antwoord. Daar weten we wat ik bedoel. Oké. Okay. We hebben een vraag van Paul Droppert. Ook wel bekend als aanvoerder van Duna 1. Zo enthousiaste mensen allemaal. Ja? Hoe lang nog door? En dan gaat het niet over Paul zelf. Nee.
Maar de bijna 60-jarige Jan Linkerhof. Nou ja, zet me neer op. We gaan zo lang mogelijk door. En daar bedoel ik mee, en dan kan je eigenlijk wel aangeven, we gaan zo lang door als dat we er... Je gaat nu over jezelf, hè? Ja. Je mag best ik als zeggen. Als wij er plezier in hebben. En dat is het allerbelangrijkste. Je moet plezier hebben in het werken met je spelers. Je moet plezier hebben binnen je club. En ik ga niet zeggen van je moet alleen maar vooruitgang zien en je moet nog kansen en mogelijkheden zien binnen het voetbal. Zoals het nu gaat, vind ik persoonlijk dan met Steven van der Kruk als assistent, of eigenlijk zijn we gewoon, we doen het echt samen. Gaat dat hartstikke leuk. En dan heb je er ook plezier in en dat is ook een beetje afhankelijk van je groep. Want ik vind toch amateurvoetbal is ook nog steeds wel voor een groot gedeelte uitgevonden om plezier te hebben, zowel voor de wedstrijd als na de wedstrijd. En hopen in de wedstrijd ook plezier te hebben dat je goed voetbalt, maar dat is afhankelijk van andere factoren. Maar zolang ik er heel veel plezier in heb en zolang ik nog kan werken met de mensen waar je mee moet werken en dat er geen enorme generatiekloof tussen zit, dat ik dus heel erg over vroeger zit te praten en zij praten alleen maar over de toekomst, ja, dan moet je stoppen. Maar dat is op dit moment absoluut niet het geval. Dus we gaan nog zo lang mogelijk door. Oké. Okay. Ik ga nog even naar een vraag van Stefan Mulder. Dat is een lange vraag. Luister goed. Jan is de eerste trainer die Carlo Peije vertrouwen heeft gegeven en een lange periode in het eerste heeft opgesteld. Is er een verschil tussen de Carlo die zijn debuut maakte en de huidige Carlo? In hoeverre beïnvloedt bovendien zijn achternaam een discussie? We gaan er even voor zitten. Je krijgt wel de vragen natuurlijk. We kunnen dit een beetje zeg maar, zien als een soort enquêtecommissie. Ja, dat is het ook. Het verschil tussen Carlo Peije nu en vorig jaar, met zijn debuut zeg maar, in het eerste, was dat hij op dat moment vorig jaar super fit was en een hele goede indruk achterliet. Nou, dit jaar kwam hij niet fit binnen en heeft nog niet veel wedstrijden goed gespeeld. En dat is een reden dat hij op dit moment niet in de basis staat. En dat is niet alleen maar mijn mening, maar ook de mening van Steven van der Kruk. We zijn gewoon niet tevreden. En je kan niet op basis van het verleden nu een basisplaats eisen in een eerste elftal. Dat moet je afdwingen door goed te voetballen. Door scherp te zijn op trainingen en momenten dat je meespeelt in wedstrijden. En... de naam Peije geeft alleen maar discussie binnen een bepaalde kring binnen de club. Niet bij mij, want ik bedoel, bij mij komen ze niet met discussies en bij mij komen ze geen verhaal halen. Dat is ook niet nodig. Want als ze nuchter kijken naar de prestaties van een speler, welke speler het ook is, moeten ze dat ook gewoon, of niet nuchter, maar meer objectief. Moeten ze gewoon kunnen zien of een speler wel of niet functioneert op dat moment in de eerste helft. En die achternaam? Nee, speelt voor mij geen rol. Want als dat wel een rol zou spelen, dan had ik hem op moeten stellen. Hè? Want de Peijers zijn vooraanstaande mensen. Misschien ook wel dominante mensen binnen de vereniging. Doen heel veel voor de club. Ja, dan zou ik als trainer een Peijer altijd op moeten stellen. Maar het maakt ons niet uit of je nou Peijer heet of Bakker of Peters. Als wij vinden dat je niet goed speelt, dan speel je niet. Dan of dat dan stof ter discussie is bij anderen, ja, daar kan ik niks aan doen. Oké. Okay. We hebben nog een vraag van de assistenttrainer Benjamin van der Zon. En waar gaat het dan over als Benjamin een vraag stelt? Nou, ik hoop over voetballen. Nee! Over zwemmen? Nee! Over eten. Over eten? Ja, had je kunnen weten. Wat is je favoriete eten, Jan? Ben wil het gewoon weten. Nou, als ik heel eerlijk zeg, ik weet niet hoe het... Ik ben wel leren Nederlands, maar wat de alles eten, is een omnivoor? Nee. Of in ieder geval, iemand die, ik eet eigenlijk alles. Ik lust eigenlijk wel alles wat op tafel gezet wordt. Er komt bijna geen gerecht voor dat ik zeg, nou, dit moet ik echt niet. Maar mijn favoriet, er zijn een aantal dingen die ik heerlijk vind. Dat is de Indische keuken, vind ik fantastisch. Ook als José Indisch maakt thuis, of nasi, hoe je het ook wil noemen. Hartstikke fijn. Ik heb altijd wel een standaard minuutje, één keer per week, minimaal. Al doe ik de laatste tijd iets minder, is op zaterdagochtend... Ga ik een biefstukje halen speciaal bij de slager, lekker met brood. Ga ik dat lekker van tevoren oppeuzelen, dan heb ik een goede ondergrond voor de wedstrijd. Daar kunnen ze me ook wel wakker van maken. Maar eigenlijk, als ik eerlijk ben, vind ik eigenlijk alles lekker. Ik vind ook heerlijk om kip te eten, een gebraden kip
halen en die lekker zo anderhalf uur in de oven en dan met patatjes en appelmoes en zaken erbij. Vind ik ook, dat zit ik ook heerlijk te eten, maar ik ben een, al zeg ik het zelf, ik ben een prettige eter, want ik eet eigenlijk gewoon altijd alles mee. Waar ik ook ben, al is het niet te eten, eet ik het gewoon op. Dan denk ik later wel van, nou, dit was niet super, maar ik eet alles werkelijk overal. En dat aanvullend vraagje, ben je ook een prettige kok? Ik kan niet zo goed koken, ik kan wel koken. Maar ja, weet je, het is hetzelfde als, ik kan bijvoorbeeld aardig verven. Dus gewoon een deurtje verven. Nou, dat doe ik dus thuis. Dat ga ik niet José laten doen, want dan wordt het niks. Dat geldt eigenlijk ook een beetje met koken. Zij kan het beste koken, dus ze vindt het ook leuk, dus ze kookt ook. Maar er komen wel dagen voor dat ik kook. En dan vind ik het leuk om macaroni met shawarma vlees en groenten te maken en dat soort dingen. Ik kan ook een aardappeltje koken en ik was een keertje alleen thuis. Toen dacht ik, ja, had José niks achtergelaten gelopen of was er iets vergeten. Nou, heb ik lekker een varkenshaasje gemaakt voor mezelf met patatjes erbij en alles. Nou, dat kan ik allemaal wel, dat is geen probleem. Maar ik ben geen keukenfanaat. Ik ben niet iemand die dus de hele dag in zo'n keuken staat te klooien. Dat zit er niet in. Ik ben wel degene die het altijd schoon moet maken, dat wel. Die het opeet en niet schoonmaakt. Ja, dat is daar ligt nog een postzak vol. Dat gaan we vandaag niet meer redden. Dus, hey, was het wel leuk? Volgende week weer. Vond je het leuk? Nou, dat weet ik niet. We gaan naar de kijkcijfers kijken. Oh, ja, kijkcijfers. En als die niet goed zijn, dan de kijkcijfers. Oké. Okay. Ja? En dan zou ik het leuk vinden als de kijkers dan ook morgen naar Haaglanden, of tenminste op vrijdag, zaterdag of zondag op Haaglanden Voetbal TV kijken. Daar heb ik een eigen rubriek. En omdat ze misschien dus daar hun mening over geven. Dat ze zeggen, nou, dat is leuk. Deze week is er weer een leuk itempje. Ik moet het wel elke week zelf verzinnen. Maar ik ben ook wel eens benieuwd of de mensen dat ook wel leuk vinden. Dat is een vraag van jou aan de kijker eigenlijk. En dan kunnen de kijkers weer dat mailen naar jou. Oké, dankjewel. Volgende week meer. Oké.